De hovering gaat komend weekend opnieuw dicht voor het verkeer. Maar dit keer maar kort. Er moeten nog een paar werkzaamheden worden verricht. Het is nog geen twee weken geleden dat de hovering open ging voor autoverkeer. En dat gebeurde nadat hij veel langer was afgesloten dan gepland omdat de kabels waar de fietsrotonde aan hangt zo trilden. Nu moeten er nog een paar dempers worden aangebracht. Als het weer het toelaat, gebeurt dat dit weekend. Uiterlijk maandagochtend moet de hovering weer open zijn.